Ze zijn nog een beetje onwennig, maar daarom niet minder gemotiveerd. De nieuwe parlementsleden zijn klaar om erin te vliegen. U gaf hen het vertrouwen, nu is het aan hen om u gelijk te bewijzen. In Actua 1 stellen we u enkele nieuwe, beloftevolle parlementsleden voor. Goedendag, ik ben Peter Dekker. Ik werkte tot voor kort aan een doctoraat aan de Universiteit Gent en gaf deeltijds les aan Hogeschool Gent. Maar ik ga dat allemaal mogen opgeven nu, want ik ben zo pas verkozen als Kamerlid voor N-VA. Bert Juni was niet alleen verkiezingszondag, het was ook nog Vaderkensdag. Dus ja, uiteraard eerst gaan stemmen en zoals bij de meeste mensen actief in een partij, zal gaan stemmen voor uzelf en nog een volmacht. Dus nog naar een ander bureautje gaan stemmen ook. En daarna, ja, naar huis, ouderlijke woonst. Vaderdag gevierd en daar gewacht tot op de eerste uitslagen en nog even naar de grootouders en dan toch naar hen, naar de handelsbeurs. Eigenlijk, het was een immense overrompeling. Het was gewoon immens. Het was bij momenten gewoon verstand op nul en enerzijds genieten en anderzijds, ja, laat u maar overrompelen. Enerzijds omdat veel mensen echt duidelijk nood hadden aan een alternatief. De stilstand van de voorbije jaren, waarbij dat we zien dat alles eigenlijk geblokkeerd zit op, ja, heel veel communautaire kwesties, dat kan gewoon niet langer. Daar moest een doorbraak in. En anderzijds hebben we natuurlijk ook een sociaal-economisch programma gebaseerd op verantwoordelijkheid, dat wel veel mensen aansprak, denk ik. Oh, dat weet ik niet. Dat is eerder een vraag voor mijn kiezers natuurlijk. Ik heb uiteraard mijn eigen punten die ik naar voren geschoven had, hoe dat ik ben. Er zijn veel mensen die mij kennen van hoe ik was in mijn studententijd. Ik was toen ook al actief en geëngageerd. Misschien dat nog een aantal mensen bijgebleven is, maar de 9108, ik heb geen flauw idee van waar ze komen en ik zou ze ook niet graag te eten willen geven. Heel veel positieve reacties. De respons was enorm eigenlijk. Natuurlijk, de mensen gaan u rap een mailtje sturen om u proficiat te wensen. De mensen die, ja, die daar minder positief over zijn, die gaan u dat uiteraard niet laten weten. Maar sowieso was het wel fijn. Uiteraard de zaken bij mijn vorige werkgever proberen afronden. Ik was bezig aan een doctoraat, dus daar gaan kijken wat is er mogelijk om inhoudelijk te gaan kijken naar een afronding of een verderzetting. Anderzijds ook praktisch wat er moet gebeuren qua mandaten en dergelijke. Dus dat was de eerste voorbereiding van de eerste dagen, de eerste weken. En verder is het nu eigenlijk een beetje afwachten, want inwerken in nieuwe materie, dat natuurlijk niet direct. Dat zal op basis van een opleiding gebeuren voor een stuk. En die zaken die zijn nu in voorbereiding, dus heel veel kunnen we daar nog op voorop niet aan doen. Sowieso, ja, mensen concreet gaan helpen. Het is niet dat je een heel directe lijn hebt in de Kamer. Het is niet dat je van daaruit echt heel concrete zaken zult kunnen doen voor mensen. Het is allemaal een beetje op lange termijn. Het heeft zijn tijd nodig om door te sijpelen. Maar uiteraard, daar maak je natuurlijk werk van hetgeen dat in je ogen het beste is. Hè. Ja, tot nu toe was ik assistent aan de Hogeschool Gent. Dus dat is een deeltijdse lesopdracht, maar voor de rest voltijds onderzoek voor een doctoraat. Ja, dat moet je uiteraard opgeven. Als je het een beetje serieus wilt doen, moet je voor een voltijds mandaat van Kamerlid gaan. Vind ik. Je moet dat niet gaan beginnen combineren, je moet niet gaan beginnen smossen met vertrouwen van de kiezers. Laat staan met belastingsgeld. Dus dat is iets wat ik sowieso ga opgeven. Nu, natuurlijk, in de politiek moet je rekening mee houden. Elke dag kan uw laatste dag zijn. Dus er gaat wel een zekere vorm zijn. Ik zal nog wel op een onbezoldigde manier verbonden blijven aan universiteit en of hogeschool om de status van de projecten waarmee we bezig waren een beetje zijdelings als toeschouwer op te volgen. Mocht het op een dag gedaan zijn, dan kan ik nog altijd vlotter terugkeren. Oh, dat zal afwachten worden ook wat er gebeurt met de onderhandelingen nu. En daar ja, weet ik voorlopig eigenlijk nog absoluut niets van. Dat is afwachten. We zien wat er gebeurt. Wordt het meerderheid? Wordt het alsnog oppositie? We weten het absoluut nog niet. Ik denk eigenlijk de
sfeer, de contacten die je legt, eigenlijk de materie waar dat je mee bezig bent. Tot nu toe ben je vooral bezig met de zaken die je strikt interesseren, maar natuurlijk zo'n plenaire vergadering gaat breder dan de zaken die je strikt interesseren. En daar kan je heel veel nog uit opsteken, denk ik, en uit bijleren. Sowieso, nu deze zomer zijn er ook een aantal bedrijfsstages en dergelijke gepland. Dat zijn dingen die mij ook, waar ik ook wel naar uitkijk. Maar uiteraard denk ik de grootste schrik van iemand die uit mijn sector komt en dan in zoiets als de Kamer terechtkomt, is die sfeer van eindeloze vergaderingen en gepalaver eigenlijk. Daar heb ik wel een beetje schrik voor natuurlijk. Sowieso in de politiek is een week kan een eeuwigheid zijn, maar er is nog veel meer dan een eeuwigheid kan zijn in de politiek. Eer dat je in de politiek iets in beweging krijgt, kan het soms heel lang duren. En ik hoop dat dat niet demotiverend werkt.